Het is voor mij heel belangrijk, Teun, dat Alphia de derde klas ingaat. En ik dacht, het zal toch weer voor de zoveelste keer niet misgaan. Maar we zijn ontzettend blij. En dat jij dit in je laatste wedstrijd mag meemaken, moet jou toch ook gewoon heel veel plezier doen. Nou, kom er traantjes in, ouwe. Ja. Kijk, ik ben nu zo'n oude janker. Ja. Maar je zou het haast gaan doen en zeggen dat dit beurt. Dat zag je bij heel veel mensen. Echt heel emotioneel. Van, ik bedoel, ik bedoel daarmee te zeggen, voor jou ook, vind ik het toch geweldig dat je dit ook meemaakt. Maar ik vind van mezelf dat ik zeg, ja, dat ik afscheid neem met zoiets, want dat was mijn wens. Ja, nou, dan hebben wij gewoon aan jouw wens voldaan. Dus daar zijn we heel blij mee als Alphia. En we sowieso, het is gewoon een hele mooie dag voor ons. Ik ben heel enthousiast. Ja, en dit hadden we halverwege de competitie niet zo direct verwacht. Maar het is toch uitgekomen dat ze die tweede helft veel betere resultaten ging halen en uiteindelijk dit bereikte. Ja, er waren meer mensen die het eigenlijk niet verwachten, zeker niet halverwege de competitie. Zelf, ik had wel wat contacten met de trainer en alles. En ik heb er eigenlijk wel altijd wel vertrouwen in gehad, ook in de trainer en zo. Ik denk van, je moet gewoon dit team wat ontzettend goed kan voetballen. En wat zometeen denk ik in de derde klasse nog veel beter tot uitdrukking gaat komen dan in de vierde klasse. Ik denk dat team, dat moet je gewoon de kans geven. En ze hebben het de laatste maanden hebben ze het echt waargemaakt. Want Koudekerk was een derde klasse, dit is een derde klasse. En we hebben gewoon gewonnen, dus dat is prima. Ja, nou zeg ik natuurlijk altijd wel, die onderste van de derde klasse, de bovenste van de vierde klasse, is niet zo'n groot krachtverschil. Maar het punt is gewoon, die derde klassers die wilden er natuurlijk in blijven. En daar hebben Alphia lekker een stokje gestoken. Ja, en we hebben gewoon mooi gevoetbald. Zeker de eerste helft tegen Koudekerk. We hebben echt ontzettend goed voetbal laten zien. En vandaag, ja, je ziet hem toch op een bepaald moment spanning. Maar we hadden uiteindelijk in de eerste helft, hadden we het al af kunnen maken. Maar dat we dus helemaal tot de penaltyreeks moeten wachten, is echt heel slecht voor mijn gezondheid geweest. Ja, het hartje van mij ging ook af en toe een beetje borsie. Maar gelukkig pakte het goed uit. Ja. En we kunnen nou rustig zeggen, alles kan heerlijk op vakantie gaan. En op naar ons 100-jarig bestaan in de derde klasse. En uitgangspunt is dat we ons in ieder geval gaan handhaven.